Hartelijk welkom bij Studio ADO. In deze aflevering praat ik met de hoofdtrainer Darije Kalajdzic, met verdediger Matteo Waam. We kijken vooruit op het programma van de diverse ADO-teams de komende dagen. En in de studio praat ik met onze analist Ben van Dam. Maar we gaan beginnen op het sportpark Irene. Daar traint ADO Den Haag iedere dag. En ik sprak daar met speler-verdediger Matteo Waam. Matteo, tegen FC Dordrecht, ja, dan weet je dat je die wedstrijd eigenlijk moet gaan winnen. En dan levert de ploeg eigenlijk een hele belabberde eerste helft af. Hoe komt dat? Ja, het eerste half uur zaten we niet in de wedstrijd. Heel slordig, heel snel balverlies nadat we de bal veroverden. En we komen 0-2 achter na twee individuele fouten van onze ploeg. Dus dat is weer jammer dat we weer achter de feiten moeten aanlopen. Maar goed, na het eerste half uur hebben we het wel weer rechtgezet en laten zien dat we weer veerkracht hebben en tot 2-2 terugkomen. Goed, ja, inderdaad, de eerste helft, een psychologisch belangrijk moment. Kom je terug in de wedstrijd? Kom je in de kleedkamer? Wat zegt de trainer dan? Ja, nee, hij was gewoon positief natuurlijk. Oké, we speelden het eerste half uur niet goed, maar we maken die aansluitingstreffer voor de rust. Dus dat is heel belangrijk om de kleedkamer in te gaan. En ja, zoals we al voorbije wedstrijden hebben gedaan, zijn we al eens teruggekomen naar een achterstand. Dus er was geen reden om te stressen. Dus ja, gewoon tweede helft volle gas gegeven, dat hebben we gedaan. Alleen één goal te weinig. Komt er een bepaalde druk bij kijken, waardoor het misschien eens wat minder gaat? Aan de andere kant zeg je, we hebben toch een ploeg met aardig wat routine lopen. Nou, ik denk niet per se druk. Het is keer op keer weer individuele fouten die ons nekken. Het is wel altijd iemand anders die deze keer een fout ingaat. Dus het is niet per se de druk op het team zelf. Ik denk als we die fouten eruit halen natuurlijk veel makkelijker wordt om de overwinning over de streep te trekken. Ja. Je had zelf ook in de tweede helft zo'n vervelend moment. Hè? Een balletje breed leggen. Nou goed, kan de Rijk hem nog corrigeren. Maar voor hetzelfde gaat hij ineens weer achter. Nee, klopt. Zoals ik zeg, ja, het gebeurt bij mij ook. Dat ik opeens een hele foute bal inspeel. Dus ja, het zijn gewoon momenten van focus die soms even weg zijn. En dat mag niet gebeuren natuurlijk. Zeker niet om strijd om promotie. En in deze belangrijke 8 wedstrijden moet je gewoon 100% zijn om het te kunnen halen. Tweede helft zie ik dan een heel agressief ADO spelen. De 2-2 valt snel. Snelheid maken. Ja. En dan denk ik van, waarom kan je nou nooit een wedstrijd op die manier een keer beginnen? Dat hou je ook 10 minuten vol. Dan kun je weer gas terugnemen. Maar waarom niet een keer zo beginnen? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk wel dat we intentie hadden om zo te beginnen. Alleen ja, soms kom je niet goed en lekker in de wedstrijd door bepaalde dingen tijdens de wedstrijd. Zoals het snel balverlies of een tegengoal die je krijgt vanuit een individuele fout. Dus het zit soms niet mee en ja, dan kan je allemaal factoren gaan beginnen opnoemen waarom het niet kan. Maar het kan wel, het is gewoon een kwestie van het doen en het goed uitvoeren. Je werd in de laatste fase nog gewisseld. Had dat een reden of was het een kwestie van proberen toch aanvallend nog alsnog die 3-2 te maken? Ja, ik denk dat Malik erin kwam voor mij. Dus Malik is een aanvaller waardoor we met 3 van achter gingen spelen. En Silvino voor de verdediging volgens mij. Dus het was een tactische wissel om een goal te maken. Ja. Vrijdag dan Telstar. Een ploeg die na de trainerswissel toch aardig is gaan presteren. Hebben van de 5 toch 4 wedstrijden gewonnen. Lastige tegenstander denk ik. Ja, het is altijd wel een lastige tegenstander. Ook thuis hebben we maar 1-1 gespeeld volgens mij. Dus, en zeker uit in Telstar is het altijd moeilijk op het kunstgras. En ja, ze zijn aardig in vorm, spelen ook goed voetbal, veel kansen. Dus het wordt een moeilijke wedstrijd. We moeten gewoon 100% klaar zijn om zoals je zegt, vanaf die eerste minuut de volle focus erin te houden. Groningen komt dichterbij. ADO verspeelt in 5 wedstrijden 9 punten. Dat betekent gewoon dat je vrijdag geen aanvrij mag oplopen. Nee, maar dat mag je elke wedstrijd niet. Je gaat natuurlijk elke wedstrijd om te winnen. Soms gebeurt dat niet. Goed, als dat niet gebeurt, moet je weer naar volgende week. En moet je gewoon zorgen dat je die 3 punten meeneemt. Ja, maar het zou wel lekker zijn, want daarna krijg je de interlandbreak met 3 punten. Dan op naar de wedstrijd tegen Groningen thuis. Ja, het zou natuurlijk welkom zijn om de 3 punten mee te nemen. Heb je ook ineens weer een klein beetje speling. Dus wordt een belangrijke wedstrijd ook naar Groningen toe. Tot zover Matteo Waam. Ja, in de studio ga ik verder praten met onze analist Ben van Dam. Ben, hartelijk welkom. ADO speelde de afgelopen periode 2 duels. Ik wil niet te lang praten over Roda JC. Maar ja, goed, daar kom je in ieder geval nog met een gelijkspel weg.
Ja, toch vind ik dat over die twee wedstrijden maar twee keer een gelijk spel was eigenlijk te weinig. Ja. ADO had gewoon meer punten moeten pakken om zich toch in een goede positie neer te zetten voor de rest van de competitie. Maar aan de andere kant, als je kijkt de laatste vijf wedstrijden, is dat natuurlijk al niet het geval. Vijf wedstrijden speelt, kun je 15 punten halen. Ze halen er maar 6. Dus 9 punten verspeel je. Ja, dat is waar. En dat geeft ook iets aan. Dat betekent toch dat het team eigenlijk nog steeds niet helemaal goed staat. Ik denk dat we een goede selectie hebben. Misschien wel een eredivisiewaardige selectie. Alleen op het veld komt het er niet uit. Dus ik denk dat het nog steeds niet goed staat. Nee. Als je ook kijkt, bijvoorbeeld die laatste wedstrijd tegen Dordrecht, eerste helft. Ja, wat die ploeg daar aflevert, is nu allemaal labberts. Ja, en dan ga je ze langzamerhand ook afvragen, waar ligt het aan? Het betekent dat ze toch niet misschien dan met een goed strijdplan eraan zijn begonnen. Is de tactiek wel goed? Staat het juiste team op het veld? Ik ga er af en toe een paar vraagtekens bij zetten of het wel een goed geoliede machine is. We zijn nu op 3/4 van de competitie. En eigenlijk staat er nog steeds niet een ADO waarvan ik zeg van nou, ze spelen een tegenstander weg. Ze komen iedere keer met een achterstand te staan, waardoor ze weer heel hard moeten werken om dat gelijk te trekken. Ja, Kalasic moet daar denk ik toch eens naar gaan kijken of dat wel allemaal oké is. Ja, ik zei altijd ook met Waam over. Ik bedoel, kijk, tweede helft, dan zie je op een gegeven moment wel gretigheid, zie je vuilheid, zie je afjagen, tempo in het spel. En dan denk ik van ja, waarom kan je nooit een keer een wedstrijd zo beginnen? En dan weet ik wel, dat hou je geen 45 minuten vol. Maar probeer binnen 10 minuten een tegenstander eens te overrompelen, kom eens op voorsprong. Ja, maar dat is denk ik wat ik net ook bedoelde. Zijn ze wel heel goed geïnstrueerd over de komende tegenstander. Elke keer komen we weer achter met met 1 of 2-0. Dan moeten we heel hard werken om dat weer gelijk te trekken. En volgens mij worden de spelers goed ingelicht over wat kunnen we verwachten. Wat is de tegenstander? Wat zijn de sterke punten? En iedere keer opnieuw zie ik ADO in de beginfase van de wedstrijd stuntelen. Dus ja, kan Kalasic het strijdplan of de tactiek wel goed overbrengen bij de spelers? Want het wordt iedere keer dus niet goed uitgevoerd. Aan de andere kant heb ik dan zoiets van, ik vaak zie ook waar het doelpunt uit, tegen doelpunt uit voortkomen, zijn wel heel vaak echt persoonlijke fouten. Dat zie je ook nu weer de wedstrijd tegen Dordrecht. Een bal die raar wordt omgehaald, die komt bij de 16, je eigen 16 uit. Dan denk ik wel eens, ja, tegen dat soort persoonlijke fouten, we hebben dat ook een keer gehad met Che die dat in de wedstrijd deed tegen Willem II. Ja, daar kun je niet tegenaan trainen en dat heeft ook niks met tactiek te maken. Dat zijn gewoon domme persoonlijke fouten. Ja, ik ben het niet helemaal met je eens. Het zijn natuurlijk wel domme persoonlijke fouten. Alleen het ontstaat ergens uit. En ik denk dat al als de tegenstander de opbouw gaat beginnen, dat ADO gewoon teamtactisch verdedigen niet goed staat. En uiteindelijk eindigt het bij iemand die dan zo'n domme fout maakt. Maar het moet in die voorfase moet het eigenlijk al weggehaald worden. De voorzet mag niet komen. Iemand mag niet zomaar 30, 40 meter oplopen. In de organisatie staat het niet goed. En ik vind dus dat wel te trainen is. Ja. Je kan dus wel balbezit tegenstander, dus als jij achteraan moet lopen, kan je dus wel heel goed trainen. En ik vind dat ze daar heel erg onzeker in staan. Ik vraag me dus af of die spelers allemaal wel precies weten wat ze moeten doen. En zo langzamerhand mag dat wel, want we zitten op 3/4 van het seizoen. Ja, natuurlijk, dat moet nu moet dat helder zijn. Wedstrijd tegen Dordrecht, 0-1 achter. Ik zei al op tribune, de 0-2 is dichterbij dan de 1-1. Dan kom je, en het wordt ook inderdaad 0-2. Vlak voor rust kom je dan op 1-1. Psychologisch belangrijk moment. Je komt terug in de wedstrijd. Ik vond het wel een sterk moment ook van Henk Veerman. Die rust bleef en zag Schalk in een betere positie staan. Ja, maar dat is fantastisch. Maar dat is ook hetgene wat ik eigenlijk zeg. Want alle punten die ADO dus haalt. Ik heb ze eerlijk gezegd nog nooit een perfecte wedstrijd zien spelen. En we maken elke keer de doelpunten uit individuele acties. Ja. Van spelers die gewoon heel veel bagage hebben en die daarmee een wedstrijd gelijk kunnen trekken of kunnen beslissen. Maar het gaat bijna nooit vanuit een mooie aanval of een goed positiespel. Het is altijd een individuele actie. Van Michum die een bal over 40 meter over de keeper schiet. Dat soort momenten. Ja, goed. Nou, dan pakken ze in ieder geval nog. Ze hebben daarna nog geprobeerd. De keeper haalt nog een keer een goede bal van Veerman uit de kruising. Moet je een beetje geluk hebben. Maar goed, het blijft 2-2 thuis tegen Dordrecht. Het blijft te weinig. Absoluut. Die wedstrijd. Ja, dan moet je in principe gewoon winnen. Maar uit die twee wedstrijden had ze gewoon 4 punten moeten pakken. En je hebt er maar 2. Ja. Je hebt ze niet verloren, dat weet ik ook. Alleen we moeten wel er nu voor gaan zorgen dat we er nu wel punten gaan pakken. Want straks is het te laat. Ja, dat is zeker. We gaan daar ook over praten. Want we gaan eerst kijken naar een interview dat ik had daar op het Sportpark Irene. Met de hoofdtrainer van ADO Den Haag, Darje Kalasic. Darje, laatste wedstrijden gaat het niet zo goed als je praat over directe promotie. Want van de 5 wedstrijden, 9 punten verloren.
Dat is feit en dat kunnen we ook daar simpel conclusies trekken, klopt. We hebben maar ook in die periode van de laatste vier wedstrijden alleen maar van Willem II verloren. En in alle andere wedstrijden natuurlijk zaten we dichtbij om wedstrijden te gaan winnen. Nou, hoe realistisch is ook om bij Roda te winnen, naar aanleiding van hoe Roda in het vorm is hoe teleurgesteld moet je zijn als je daar 2-2 hebt gespeeld, dat is ook de vraag natuurlijk. Maar al met al tegen Jong MWW en tegen MWW en tegen Dordrecht hebben we op meer gehoopt natuurlijk. Als je nou kijkt tegen Dordrecht de wedstrijd, een euvel wat eigenlijk het hele seizoen steeds in zit, dat je toch weer te simpel doelpunten tegen krijgt. Ja, dat is inherent van het 19 uur spelers in het elftal. Zo simpel is dat. Dat vraagt gewoon enorme veranderingen, afstemmingen in het seizoen waar je mee bezig bent. En dat we gewoon daarin nog steeds onstabiel zijn. En met name in het gewoon simpele, onlogische fouten te gaan maken. En daardoor tegenstander helpen om ons te afstraffen. Ja, dat is natuurlijk niet iets wat je gewoon aan waar je hard kan werken om te voorkomen. Dat zijn individuele dingen waar spelers gewoon op dit niveau natuurlijk in zichzelf moeten hebben om niet zulke onlogische fouten te gaan maken. We zitten in een fase dat ADO aan 1 of 2 doelpunten op het ogenblik niet genoeg heeft om een wedstrijd te winnen. Nee, maar oké, dus dat zeggen wij gewoon precies hetzelfde. Niet alleen maar in deze fase, we zitten in een hele competitie, is dat gewoon zo. En dan gaat het wel periode goed en dan gaat het ook periode minder. En tegen Emmen kregen geen doelpunt tegen de Bos. Ja, misschien zijn dat op dat moment ook tegenstanders van andere kaliber, kun je gewoon ook samenvatten. Maar het is duidelijk dat we gewoon vanaf de eerste minuut moeten proberen zodanig scherp zijn dat we de wedstrijd volledig controleren en volledig naar ons toe trekken. Maar dan geef ik weer een voorbeeld tegen Willem II uit, waar dat wel juist geval was geweest. Waar we in de eerste 10, 12 minuten eigenlijk en controleerden en domineerden en wedstrijdtempo bepaalden. En uit de niets maken we weer een onlogische fout en kwam Willem II op voorsprong. Zo moet je eigenlijk ook een thuiswedstrijd beginnen. Hè? Gelijk fanatiek erop, tempo bepalen, zelf het initiatief nemen. Nou, maar dat hebben we ook gedaan en dat heeft ook ons aantal keren juist de achterstand verzorgd. Dus in die zin, dat heeft gewoon toch met een... Met individuele momenten van de spelers te maken. En ik geloof het wel heel erg in dat als we wedstrijd toch volledig in het handen hebben. En dat hoeft niet zozeer door meteen hoge druk, door meteen ver van de doel af te spelen. Dat kan ook vanuit gecontroleerde situatie, vanuit goede compacte organisatie. Momenten voorkomen dat de tegenstander gevaarlijk wordt. En daar gaat het om. En dus dat je ook niet zomaar ballen kwijtraakt. Dat je ook niet zomaar laat overlopen door tegenstander. Dat je ook niet zomaar onlogische dingen doet. Wat uiteindelijk onrust brengt in het elftal. En misschien een paar jongens daardoor ook individueel nog onrustiger van worden. En het is... Het is kenmerkend dat je hierover praat toch nog met 2 maanden voor het einde van het seizoen. En dat bevestigt eigenlijk ook nog steeds dat we die dingen gewoon niet helemaal goed op het rijtje hebben. Je had zo'n moment ook in die wedstrijd, de laatste wedstrijd... Met Theo Waam, tweede helft, onnodig een bal in de breedte. Voor hetzelfde sta je weer op achterstand. Nou, maar dat bedoel ik ook mee, snap je? Deze dingen. En op het moment dat je ook domineert, op het moment
dat je gewoon Dordrecht hebt op hun spelhelft. Op het moment dat je 2-2 maakt, op het moment dat je daarna drukt, kansen creëert, en dan doe je zulke dingen weer. Ja, en wie is. Ja, dat zijn dingen die een ploeg die aspiraties heeft om te promoveren, ja, niet mag doen. En ja, met de 2 maanden voor het einde doen we dat nog steeds. En ja, dat heeft niks met tactische dingen te maken, dat heeft niks met taken te maken. Dat heeft met individuele invoeling te maken, en waar spelers gewoon een speler wel overwogen keuzes moet doen om uiteindelijk onnodige onrust te voorkomen. Gaan we naar vrijdag, Telstar uit. Telstar is toch aardig gaan draaien na de trainerswissel. Ja, dat is duidelijk. Van de laatste 5 hebben ze 4 gewonnen. Maar als je niet erg vindt, met alle respect naar Telstar en naar iedere tegenstander toe, wij moeten naar onszelf kijken. En alle dingen wat ik hier vooraf met jou heb besproken, moeten we gewoon zo snel mogelijk even tackelen. En als we dat voor elkaar krijgen, ja, dan weten wij wat wij in staat zijn. En zo simpel is dat. En daar moeten wij gewoon mee bezig zijn. Daar moet alle focus naartoe om juist deze dingen gewoon te voorkomen. En volledig vanaf de eerste minuut tot de laatste minuut wedstrijden controleren. Weinig rust, onrust creëren in onze spel tijdens de wedstrijd. En dan hoef ik met alle respect naar alle tegenstanders toe niet veel over hun te hebben. Tot zover Darije Kalajic, hoofdtrainer van ADO Den Haag. In de studio ga ik verder praten met onze analist Ben van Dam. Ja, Ben, vrijdag weer een lastige wedstrijd. Je zei straks al, ja, je zit nu in een fase, gelijkspel heb je niks aan. Je moet gewoon winnen. Groningen komt ook dichterbij. Maar goed, Telstar, ondanks het feit dat ze laag staan op de ranglijst, denk ik toch een lastige tegenstander, want na de trainerswissel zijn ze best aardig aan het draaien. Zeker weten. Ik denk dat Telstar uit een hele vervelende tegenstander is om tegen te spelen. Die kunnen in principe, hoe gek het ook klinkt, die kunnen vrij uitspelen. En die zullen volle bak gaan tegen ADO. Want ja, die willen toch laten zien dat ze nog wat kunnen winnen. Zeker nadat ze 4 wedstrijden gewonnen hebben, afgelopen week verloren. Voor eigen publiek willen ze dat weer goed draaien. Ja, en ze zien ook wel, hè, dat ADO toch op dit moment niet in hun beste doen is, ondanks alles. En dus dat ze best kansen hebben. En ik ben ook benieuwd in wat voor formatie ADO weer gaat beginnen tegen Telstar. Ja, ik denk het belangrijk. Kijk, ADO zit momenteel in een fase waarin 1 of 2 doelpunten niet genoeg zijn om een overwinning binnen te halen. Omdat je te vaak onnodige goals tegenkrijgt. Nou, dat zeggen we net al. Tegen Telstar, ja, daar moet je gewoon 3 punten halen, want anders wordt het gewoon steeds moeilijker om echt mee te blijven doen, denk ik, voor de tweede plek, de rechtstreeks promotie. Ja, dat denk ik ook. Ik denk als ADO aanstaande vrijdag tegen Telstar dus niet de 3 punten mee naar huis neemt, ja, dan zakken ze toch verder weg, want al je concurrenten die pakken wel punten. Ja. En dan wordt het steeds lastiger, steeds moeilijker, en dan wordt de druk misschien wel steeds groter. Ja, dan ga ik me afvragen of ze die tweede plek gaan halen. Ja, kijk naar een Groningen dat bij Jong PSV met Hakker over de sloot, diep in blessuretijd, alsnog de 3 punten pakt. Win je natuurlijk vrijdag, dan krijg je daarna de interlandbreak. Maar goed, dan heb je in ieder geval, dan kun je op een prettige manier toeleven naar de thuiswedstrijd tegen FC Groningen, die heel bepalend gaat worden, denk ik. Ja, zeker. Maar dan heb je ook weer 2 weken de tijd. En ik hoop, hè, dat ze uiteraard winnen bij Telstar. En dan zou Kalajic met zijn ploeg toch de 2 weken die daarna komen, naar de volgende competitieweek, is goed moeten gaan zitten van, ja, hoe willen we die laatste wedstrijden gaan aanpakken. Ja, zeker. Nou, we gaan dat in ieder geval afwachten. Eerst aanstaande vrijdag, want dan moet er in ieder geval gewonnen worden bij Telstar uit. We gaan even kijken naar het programma van de diverse ADO-teams voor de komende dagen. Zoals gezegd, vrijdag 15 maart om 8 uur de wedstrijd Telstar tegen ADO Den Haag. Zaterdag de 16e, dan speelt ADO Den Haag onder 21 op de aftrap een competitieduel tegen Vitesse onder 21. En die wedstrijd begint om 3 uur. De vrouwen komen dit weekend niet in actie voor de competitie. Tot zover het programma van de diverse ADO-teams. Ben, jij weer bedankt voor jouw analyse. We gaan kijken wat het allemaal gaat worden. Studio ADO is hiermee ten einde. Volgende week speelt ADO geen competitieduel, maar is er wel een aflevering van Studio ADO. En dan hebben we een uitgebreid interview met de directeur Natasja van Ginsen, admiraal. Graag, tot dan. Bedankt voor uw aandacht.
Dit programma is mede mogelijk gemaakt door De Boer, maatwerk in keukens.